Deze week werden in Tiel een aantal wagens gekeurd die meedoen aan de Dakar Rally. De auto's en vrachtwagens die aan deze editie meedoen, worden binnenkort vanuit Le Havre in Frankrijk verscheept naar Zuid-Amerika. En konden nog eens extra gekeurd worden door officiële keurmeesters om grote verrassingen uit te sluiten als de wagens eenmaal in Frankrijk staan om te verschepen. Zo werden onder andere de wagens gekeurd van Tim en Tom Coronel en het Tielse EB Rally Team. De Dakar Rally voert in 2008 door Bolivia, Peru en Argentinië. De 40ste editie van de Woestijn Rally begint op 6 januari 2018 in de Peruviaanse hoofdstad Lima en eindigt op 20 januari in het Argentijnse Córdoba. We zijn hier in Tiel bij KFIX TNS. Het is een hele drukke bedoeling. Diverse Dakar-auto's worden hier voorgekeurd door een Franse keurmeester. Maar er worden ook foto's gemaakt. Straks gaan we met de twee trucks van Pluimpak op de foto. Maar loop maar even mee, dan kan ik u wat laten zien. Hier bijvoorbeeld de auto van Tim en Tom, hier in Tiel. Prachtige auto. Daar gaan ze het zeker goed mee doen in de Dakar. En verderop... De auto van Rally Maniacs, rallymaniacs.com. Daar kunt u dagelijks de Dakar gaan volgen. Iedere dag een stukje film, een interview met een van de rijders of navigatoren. Rally Maniacs houdt erbij. Nou, hier staan diverse auto's waarop de rallyauto's hier gebracht zijn. En dan zien we hier de bolide van Henry van Steenbergen. Henry is natuurlijk niet alleen. Hij is samen met Gert in de auto, Gert Bravenboer. Hele aardige jongens zullen het ook goed doen in de Dakar en wij zullen elkaar nog zeker tegenkomen. Het EB Rally Team en TNS, Oryx Rally Sport moet ik zeggen. En hele leuke jongens. Nou, hier gaan we naar binnen. Als je naar binnen kijkt dan zie je de Toyota ORD2 van het EB Rally Team nu op de brug staan. De Franse keurmeester is bezig en hopelijk is hij straks helemaal voorgekeurd en dan kunnen we nog wat fotootjes gaan maken. En hier staat Thomas. Thomas is een van de eigenaren van KFIX. Goedemorgen. Thomas, hoe vind je het dat het hier allemaal plaatsvindt? Ja, geweldig. Het ziet er gewoon heerlijk uit. Hè? Een beetje het Dakar gevoel al in huis. Dus dat is perfect. Ziet er mooi uit. Leuke auto's, leuke mensen daarbij. En ja, heerlijk om zo ook mijn bedrijf ter beschikking te mogen stellen voor deze keuring. Ja, en het leuke is, Thomas gaat mee met ons naar Zuid-Amerika. Hij is niet direct bij ons in het team, maar wel aanwezig. Ja. Hij is samen met de crew van Rally Maniacs, waar hij de dedicated chauffeur zal zijn. En later zal hij hand- en spandiensten verlenen aan het EB Rally Team. Ja. En kijk maar eens even verder rond. Er zijn verschillende mensen. De chauffeurs van Pluimpak, waar we straks de auto's mee op de foto gaan zetten. Mensen van het team van Tim Coronel, daarachter van Steenbergen. Marcel van mij van Rally Maniacs. En als je straks daar onderdoor kijkt, dan zie je zelfs dat wij hier Tim Coronel in huis hebben. Allemaal hier vandaag in Tiel.